Wat te doen in oktober. Wat te doen begin oktober met het gazon. Nou, maaien denk ik, of niet? Nou, in dit geval wel, ja. Dat maaien, dat blijft gewoon doorgaan, hè. Dat kan wel doorgaan tot ja, december, als het wat warmer blijft. Nou goed, het is nog steeds prachtig weer, maar we mogen er wel van uitgaan dat in de loop van oktober die temperatuur wat gaat zakken en de bodemtemperatuur dus ook. Dat betekent dat je nu niet meer per se, als je nog aan je voeding toe bent en jij denkt van nou, ik kan achteroverleunen, nou, dat kan niet helemaal. Voor tuinvoeding zit wel echt helemaal aan het einde van het seizoen, maar in plaats daarvan hebben we najaarsvoeding. En die najaarsvoeding is rustiger, daar zitten minder voedingsstoffen in, maar die zijn wel goed voor het bodemleven, dus houd dat ook aan de gang, hè? Want als jij hebt gevoed dit jaar, dan heb je bodemleven ontwikkeld. Dan moet je nu niet gaan zeggen, ik stop met voeden. Of ik stop bijvoorbeeld met compost geven. Of ik stop met, weet je, dat bodemleven is actief en dat moet actief blijven, dus moet je blijven voeden. Als jij dat doet door middel van voeding, ga je nu over op de najaarsvoeding. Die gift geef je gewoon en dan weet je zeker dat tot de winter dat gazon net die voedingsstoffen heeft die het nodig heeft. Nou, feliciteren. Niet meer, hè? Nee, is wel... Hoeft niet meer, jongens. Nee, zet hem maar gewoon. Doe maar gewoon lekker van het voorjaar. Een beetje eind maart zo ongeveer. Weet je, als je het nu nog zou doen, je maakt die grasmat nog weer helemaal open. Als het dan ineens kouder weer wordt en jij hebt net doorgezaaid, hè, want dat doe je na het verticuteren, dan duurt het zo lang voordat dat ontkiemt. Ja, dan kan je beter zeggen, doe maar lekker van het voorjaar. Dus najaarsvoeding wel, verticuteren niet. Maaien en kanten steken natuurlijk weer wel. Oké. Okay.